Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Nationale Nederlanden en NN Investment Partners, supporter van alle lopers. Mijn naam is Marcel Broersma. Ik vind dat elke ondernemer niet alleen zakelijk succesvol moet proberen te zijn, maar ik vind ook dat elke ondernemer zijn hart moet laten spreken. Daarom zijn we mede-organisator met Peak Value, de Run for Value. En de Run for Value probeert met 50 teams dit jaar veel geld bij elkaar te lopen voor een heel concreet doel. Dat doel is dit jaar het Sint Franciscus ziekenhuis, waar we een heel mooi project ondersteunen. Als je hier gaat kijken, dan zie je eigenlijk niets. Het behoort dus een leuke wachtruimte te zijn waar kinderen niet al te gespannen gewoon toch naar een dokter moeten. En dat hebben we helaas niet. Er is weinig speelgoed, het is niet leuk aangekleed, het straalt weinig uit. En het is eigenlijk één grote armoede, als ik eerlijk ben. Ja, hier wil je als kind gewoon niet zijn. En überhaupt niet, hè. Dus mijn hart begint een beetje te kloppen op een rare manier. Ik denk, ja, hier moeten we wat mee. Toen ik hoorde dat ze de marathon gaan lopen en dat ze daardoor geld binnen wilden halen om dus onze wachtkamer mooier te maken, nou, dat vond ik, was ik heel erg blij mee. Dat was gewoon ontzettend mooi. Ik heb ooit een keer een verhaal gehoord van André van Duivenbode. Dat is degene die de stichting Dada heeft opgericht en die heeft zijn zoontje verloren. En dat raakte mij enorm. Ik ben zelf ook vader. En hij legde uit dat hij zijn zoon Tim verloor en dat hij zoiets had van maar ik ga daar proberen iets positiefs van te maken. Dus eigenlijk wat in de basis heel negatiefs is, heeft hij gezegd ik ga zorgen dat ik mijn energie op een goede manier aanwend en ik ga zorgen als kinderen ziek zijn. Dat ze die tijd zo prettig mogelijk doormaken. En dat doet Dada. Lopen is iets, dat kan je elke dag doen. Dus op het moment dat je denkt, bij spreken tussen je werk door, kan je loopschoenen aandoen, je loopt weg en je bent weg. Je maakt je hoofd leeg, dus ik vind het fantastisch. En als je, bij spreken, ik heb vroeger gebasketbald. Basketballen vind ik overigens geweldig. Alleen dan moet je naar de club toe. Dus het lopen past veel meer in mijn manier van werken op dit moment. De marathon was echt voor mij een ding wat ik één keer in mijn leven gedaan wilde hebben. En ik was, ik geloof dat ik net 40 was en ik denk ik loop een keer een marathon. In alle eerlijkheid, 2 weken later had ik een enorm auto-ongeluk en heb ik mijn rug gebroken op 2 plaatsen. Ik had me voorgenomen nooit meer te lopen. Na een jaar revalideren en toen alle metalen er weer uit waren, toen vroeg ik aan mijn chirurg van, goh, wat kan ik nou eigenlijk met die rug doen? En toen maakte hij een grap, viel, dus nooit loop je nog een keer een marathon. Ja, dat moest ik dan toch nog een keertje doen, dus ik heb hem nog 1 keer gedaan. Dat was overigens het eerste jaar dat we ook met de Run for Value aan de slag waren. Het over de streep komen die keer, dat was wel een heel emotioneel moment. Omdat je dan als het ware weer terug bent waar je daarvoor gebleven was. In dat hele proces heb ik eens nagedacht van, goh, je ziet op dit moment heel veel dingen. Liefdadigheid is vaak met gala's en tafels en dat soort dingen. Ik dacht, hoe leuk kan het zijn dat je met elkaar een sportieve prestatie neerzet. En dat je dat met z'n allen doet, niet alleen omdat je het leuk vindt, maar ook omdat je daarmee geld ophaalt. Tussen aanhalingstekens voor het goede doel. En zo is die verbinding ontstaan tussen Dada en het hardlopen. En we noemen dat Run for Value. Dus wij lopen hard voor een bepaalde waarde waar we ook in geloven. Dus Run for Value.
Ja, dit jaar werd ik toch nog even uitgedaagd. Een goede vriend van mij die zei, ik ga de marathon lopen. Toen dacht ik, nou weet je wat, we doen er nog een. Dus ik moet je in alle eerlijkheid zeggen dat ik ook aan het trainen ben geweest voor de hele marathon. Die vriend raakte geblesseerd en daarmee was niet zozeer mijn motivatie weg. Maar toen heb ik het weer gewoon teruggebracht tot 10 kilometer. Dus ik loop gewoon mee tijdens de business run met een grote glimlach en ik ga er heel hard voor lopen. Maar dit jaar loop ik niet de hele marathon. Laat ook jouw kilometers tellen voor een mooi doel. Your miles matter.